even een filmpje doen van de nieuwe Baofeng UV9R die ik gekocht heb. Ik zat al te kijken, ik heb hem gisteren onderweg meegehad. Ik heb hem al eerder meegehaald, maar niet gebruikt en gisteren wel. En ik zat al te kijken wat je krijgt voor 22 euro en een paar dubbeltjes. Frequency mode. Hij ziet er echt heel professioneel uit. Het ding is waterdicht. En er zou dus 10 watt uitkomen. Ik heb het nog niet gemeten, maar er komt wel duidelijk meer dan 5 watt uit, heb ik de indruk. Als je kijkt ook naar hoe de invloed van het apparaat op mijn luidsprekerboxjes is. Kijk, hij is dikker. Daar heb ik hem voor gekocht. Dikker dan de meeste Porto's. Er zit een 4800 mAh accu in. Tenminste, bij de meeste. Ik heb nog niet gekeken, want er zijn wat verschillende versies van. Er is ook een versie die voor 4 watt geadverteerd wordt. Ja, let niet op de voerresten op de vensterbank van de poes. Die haar natvoer hier opeet. En nou ja, je ziet wat de resultaten zijn. Een week geleden was het nog mooi schoon. Porto. Kijk, volgens mij staat hij op de repeater Amersfoort. Maar die heeft niet altijd een roodschipje, gek genoeg. En nu ook niet dus. Nee. Dus een echte demonstratie blijft uit. Maar die is prachtig uitgevoerd. Maar kijk, er zit een schijnwerpertje op. Kijk of ik de goede knop heb nou. Oh nee, nu gaat hij op de FM radio. Moet ik een andere knopje hebben. Kijk. Er zit dus een FM-radio in, er zijn allerlei knopjes die kun je ook nog programmeren. Bovenop zit ook nog een alarmknop. Ja, wat doet hij? Hier weinig licht. 2 meter, 70 centimeter. FM-radio, ik heb nog niet gekeken, maar meestal zijn ze van 66 tot 118 radio's die erin zitten. Ja, aardig is het grote zendvermogen, waardoor hij dus een grote accu heeft. Op 70 centimeter is het zeker niet veilig om hem met 10 watt te gebruiken, dus dat moet je echt niet doen. Hij heeft gelukkig 3 standen. Ik heb ook een 10 watt Porto die maar 2 standen heeft, 5 of 10 watt. Deze is 5, 10 watt en ik dacht een half watt of 1 watt. In ieder geval 3 standen, dus je kunt hem ook op nog lager vermogen zetten. Maar met die grote accu gaat hij wel heel lang mee. Een normale accu op zo'n ding is 1200 of 1800 mAh. Deze is dus 4800, dus en hij is helemaal niet zo groot. Dus ja, het is ongelooflijk dat het voor het bedrag kan. Ik vind dat hij er heel professioneel uitziet. Professioneler dan de UV6R die ik ook heb, waar ik echt van hou. Dat vind ik echt een heel leuk apparaat. Ik vind de UV5R lelijk. De UV6R is veel goedkoper dan de UV5R. En kwalitatief is die hetzelfde. Maar de UV6R die is waterdicht. En deze heeft een nog hogere IP-nummer. Dan de UV6R. Die andere die is volgens mij alleen regenwater. De kleuren van het display kun je ook instellen. Of dat hij uitgaat als die standby staat. Ik heb hem zo gezet dat als hij ontvangt is die blauw. Als hij zendt oranje als ik het goed heb. Of nee, als die standby staat is die oranje. Oranje vind ik de best leesbare. Oh ja, ontvangen dan is hij violet en bij zender dus blauw. Blauw is het minst leesbaar en oranje is als die standby is. Die vind ik het beste leesbaar. Die blauwe die is niet zo goed, vind ik. Geen succes. En ja, na verloop van tijd gaat hij uit. Dat kun je ook uitschakelen. Je kunt een heleboel dingen instellen, echt heel veel. Zoals veel Chinese apparaten kun je ook van alles rondom de rotsjepiep van de squelch doen, zodat hij een tijdje na je uitzending het audio dicht houdt, zodat je bijvoorbeeld de rotsjepiep en de ruis niet hoort van de squelch. Ik wil dat eigenlijk altijd het liefst zo ver mogelijk open hebben en dat gaat niet bij alle apparaten. Ik heb nog niet gekeken, je kunt hier vrij veel instellen, dus ik denk dat dat wel goed zit, zeg maar. Dat je daar dus, dat dus heel uitgebreid kunt instellen. Dat heb ik allemaal nog niet gedaan. Ik heb ook nog geen geheugen geprogrammeerd, maar dat doe ik meestal ook niet. Wat hij niet kan, en heel veel van die apparaten kunnen dat niet, is de shift van PI3 XTV van 2 meter naar 70 maken. XTV heeft de beste ingang op 70 centimeter. En zenden met shift op 70 centimeter en ontvangen op 2 meter gaat niet. Dus ik moet voortdurend het knopje indrukken. Dat gaat dus nu ook niet makkelijk met de camera in de hand.
Maar het is een geweldig leuke porto voor een onvoorstelbaar laag bedrag, hè? Als je bedenkt, 10, 15 jaar geleden had je geen porto onder de 150 euro. Zeker geen tweebander. En moet je nou eens kijken wat je voor ruim 22 euro hebt. En voor 1 juli kreeg ik hem binnen een week trouwens. En ik moet hem wel binnen beeld houden natuurlijk. Maar ik had hem binnen een week in huis. En inderdaad geen bon voor de factuur. Hoewel die net een paar dubbeltjes boven de 22 euro grens was. Ze hebben hem wel verpakt als een privé cadeautje, zeg maar. Dat zag er wel fraai uit. Het was inderdaad, het zag eruit als een presentje. Dus mogelijk dat hij daarom ook sowieso al niet gecontroleerd wordt. Maar dat was niet nodig, want tot 1 juli, en het is vandaag de 25e. Vandaag geldt nog de vrijstelling voor 22 euro, waar deze dan wel net boven zit. Maar volgens mij doen ze momenteel niet kinderachtig, hè, totdat die regeling van kracht wordt. Leuk apparaatje. Ik zal nog eventjes wat laten zien. Wat ook nog wel grappig is. Maar dat doe ik even op een andere plek, omdat ik dan mijn beide handen nodig heb. Kijk hoe ver ik mijn camera kan uitvergroten. Ik weet niet of dit lukt, maar we gaan eens even kijken. Ik wil even laten zien wat de kwaliteit ook van het ding is, want het ziet er ook wel heel goed uit. Maar het clipje gaat niet makkelijk los. Ik moet het uitzetten, want de antenne eraf zo vanuit. Het clipje gaat er niet af. Maar als je dus het antennetje loshaalt, dat zo'n flensje heeft, zodat hij waterdicht is. Als je een andere antenne gebruikt, dan is dat niet zo. Het is niet een super antenne, maar hij is ook niet slecht. Maar moet je kijken, ik weet niet of het te zien is, maar het connectortje. Als je ziet, dat is helemaal verguld, hè? Dus het ziet er echt heel professioneel, heel luxe uit, het apparaat. Dit is echt de meest professioneel ogende baalvenging tot nu toe, hè. Het ding voelt ook heel professioneel aan, heel stevig. Die behuizing, ook dat accupak, maar ook het materiaal waarvan het gemaakt is. Dat voelt echt heel aan zoals echt een dure porto dat is. Hè. En ik vind het allemaal prachtig voor ruim 2 tientjes. Het is niet te geloven. Maar nee, ik weet eigenlijk niet of dat scherp wordt in beeld. Maar het is in ieder geval goudkleurig. Ook die contactjes hier die zijn vergoud, hè. Nou ja, van goud. Er zit een dun laagje goud op. Maar bij de eerdere versies was dat toch wat minder luxueus en minder professioneel-achtig uitgevoerd. Hè? Ja, dit is echt goed. Nou, ik kan er nog niet over uit. 22 euro, jongens. Ruim 22 euro. Het is niet te geloven. Misschien worden ze nog wel goedkoper in de toekomst. Hè? Maar ik vond het al zo fantastisch toen de UV3R voor 4 tientjes te koop was. Hè? Echt geweldig.